Ik ben Mieke Vogelpoel, ik ben loopbaancoach. En ik ben loopbaancoach omdat het leukste beroep van de wereld is. En ik zal ook nog even kort uitleggen waarom dat zo is. Dat is omdat je mensen die op de een of andere manier een vraag hebben of vastlopen, op een cruciaal moment in hun leven kan helpen om een stap te zetten. En dat, die mensen worden er heel blij van. En bij ieder traject word ik zelf ook ontzettend blij. Wat maakt jou nou... Wat maakt je daar specifiek blij of gelukkig? Nou, dat die mensen, dat ik zelf onderdeel kan zijn van een proces waarbij mensen die eigenlijk niet meer weten wat ze moeten doen of vastlopen, weer hier na het traject de deur uitgaan en weer op het goede spoor zitten in hun leven. Ja, dat houdt in dat ik mensen coach. En eigenlijk is loopbaancoach dan een niet genoeg omvattende term, want ik coach mensen die iets hebben met werk, een vraag, een probleem, iets wat ze willen. Dus dat zijn mensen die echt een loopbaanvraag hebben, van wat is de volgende stap in mijn loopbaan. Maar dat kan ook mensen zijn die in hun werk een bepaalde competentie missen of iets niet zo goed doen. En dat noemen we dan coaching on the job. Het kunnen ook mensen zijn die ziek zijn geweest en die moeten reïntegreren. En het kunnen mensen zijn, wat een echte loopbaancoaching is, die ontslagen zijn of worden. Hmm. En die gecoacht worden bij het vinden van een nieuwe baan. Kwaliteiten kan ik van mezelf wel benoemen. Maar dat begint eigenlijk bij de ervaring die ik heb als loopbaancoach. En dat zijn inmiddels 17 jaar. En die ervaring is ook belangrijk, omdat je bij ieder traject eigenlijk weer nieuwe dingen leert. En je verdiept je ook steeds meer verder in je vak. En daarnaast heb ik 62 jaar levenservaring. Wat voor een coach ook belangrijk is. Omdat loopbaancoaching gaat toch niet alleen over werk. Het gaat over de hele persoon. Dat is niet van elkaar te scheiden. En dan is het natuurlijk ook heel prettig als je levenservaring hebt. Verder ben ik een coach die de mensen zelf het werk laat doen. Wat ik ook al eerder gezegd heb. Ik vind het belangrijk dat ze zelf de ontdekkingen doen die ze willen doen. En dat ze zelf de keuzes maken. Hè, dus ik ben niet een coach die voortdurend advies geeft. Ja, wat er wel een belangrijk voorwaarde voor is, is dat ik op een positieve manier nieuwsgierig ben naar mensen. Dus als ik met iemand praat, dan wil ik graag weten wie dat is. Hè, wie die persoon echt is.